verhaal kunnen doen. En dat Nederlanders dus de kans krijgen, of zeg maar de oude Nederlanders, om het verhaal achter de vluchtelingen te zien. Dus het gaat niet alleen over ellende die ze meemaken, dat is wel een onderdeel van, een wezenlijk onderdeel. Maar het gaat ook over dat je een ontmoeting met de mens krijgt. Dus ook met zijn passie, zijn dromen, met zijn toekomstbeeld. Ja, en wat is dan het doel van zo'n ontmoeting? Het doel van een ontmoeting is dat dus precies, de mens achter de vluchteling. Dus sowieso een ontmoeting van mens tot mens. En daarnaast een ontmoeting met een mens die ook een toekomst wil hier. En die daar ook gewoon iets mee wil. En daarnaast kleine dingen, hè? Dus ook gewoon de passies die je deelt. Het kan al zijn, ik hou van koken, jij ook. Ja, en wat denk je dat het ligt een beetje aan welke context. Dus we hebben natuurlijk mensen waar we verhalen mee hebben verzameld. Met een aantal van deze vluchtelingen. Wij zeggen altijd nieuwe buren, vinden we prettiger. Die nemen zoveel mogelijk als het kan mee naar scholen bijvoorbeeld. Om hen hun verhaal te laten doen. En daar komen heel mooie dingen uit. Ik kreeg toevallig van de week nog een bericht van een van de jongens die een lezing heeft gedaan met leerlingen. En het was zo goed bevallen en hij had zo'n mooie klik met de leerlingen. Hij is teruggevraagd door de school om weer een workshop te geven. Oh. En hij heeft nu ook gezegd van dit is mijn passie. Dit is wat ik wil gaan doen in Nederland. Ja, en daar worden wij gewoon heel erg blij van. Oh, leuk. Dank je.